Ja, Michael, na de Premier League gewonnen hebben in Londen, hoe is het dan weer terug te zijn om in eigen land weer te spelen? Ja, tuurlijk. Het zou wel heel leuk zijn voor iedereen die een kaart heeft gekocht om nou voor mij te zeggen, ik had afgezegd. Maar dat heb ik niet gedaan. Wel ieder ander toernooi had ik wel afgezegd, maar voor deze fans hier in Nederland ja, kan ik dat ook gewoon niet maken. En ook gewoon voor mijn eigen vorm. Ik wil gewoon nog meer toernooien winnen en met stinkende best blijven doen. Ja, en dat is gewoon top. Ja, je stinkende best blijven doen. Je hebt een paar mooie hoge finishes gehad. Ja, morgen wacht iemand anders, iemand hoger op de ranglijst. Of Raymond van Barneveld of Michael Smit. Wat is je verwachting daarvan? Niemand staat hoger op als mij op de ranglijst, dus dat wordt lastig. Ik denk dat je het verkeerd zei. Ja. Nee, Raymond of Michael, dat zijn gewoon twee fantastische spelers. En maakt in principe voor mij niet uit tegen wie ik speel. Maar ik denk voor het publiek, dat mooiste is dat ik tegen Raymond speel. Nog één kort vraagje over de World Cup. Je speelt voor het eerst met wat die meenaar in plaats van Raymond. Wat zijn je verwachtingen daarvan? Ik moet wel zeggen, natuurlijk zuur voor Raymond dat hij hem niet gaat spelen. Maar wat hij meenaar heeft natuurlijk wel verdiend. En meer kan ik niet zeggen. Ik hoop dat ik mijn stinkende best ga doen daar samen met de Jermaine. Heel bedankt, Michael.